Hallo beautiful people, welkom terug op mijn YouTube channel. Het is echt super 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 lang geleden, but we are back. And this time, real back. Okay, this time for real. So, ik weet dat heb ik ook volgens mij de vorige keer gezegd, maar we zijn nu echt serieus. Ik heb nu ook echt een hele plan gemaakt wat ik wil bereiken op mijn YouTube en wat voor content ik wil uitbrengen. En ja, ik ga jullie gewoon een klein stukje vertellen over 2022 en 2023, wat onze plannen zijn en wat we nu echt willen bereiken met YouTube. Het heeft ons heel lang geduurd om echt achter te komen welke kant we op wilden gaan met onze YouTube channel, maar nu zijn we echt, we zijn uit, dat is zeker. En ik sta 100% ervoor. Ik schaam me niet meer voor. En ik ben echt klaar ervoor om mijn YouTube-carrière serieus te nemen. En ik geloof erin. Dus ja, als jij ook erin gelooft, vergeet echt vooral niet te abonneren. Because op deze channel er komen nu echt wel interessante dingen. En serieuze dingen. En dingen waar je ook echt iets aan zou kunnen hebben. Zo, dat. Nogmaals, dankjewel. Mijn naam is Madeleine en deze channel hebben we nu genoemd Grow With Maddie. Grow With Maddie, omdat op deze channel wil ik echt vooral over business gaan praten, zelfontwikkelingen. Ik ga ook daily life vlogs doen. Dus dat zijn de drie dingen waar ik me bezig ga houden. Zoals ik zei, 2022 was echt een jaar van ontwikkeling. Het was een jaar van fouten maken. Het was een jaar van best wel verwarring. Het was een jaar van pijn. Het was een jaar van laten gaan en accepteren. Het was een jaar om mezelf te leren kennen. Het was een jaar dat ik heb ontdekt waar ik van houd en wat ik wil bereiken en wie ik wil zijn. Dus in 2022 heb ik echt vooral leren ontdekken wat ik wil, welke pad ik wil nemen in mijn leven en waar zie ik mezelf, waar sta ik voor en ja, wie is Maddie eigenlijk? Ik ben eigenlijk in 2022 gaan leren wie ik ben, wat ik wil zijn en welke kant ik op wilde gaan in 2023. Want ik had echt afgesproken met mezelf in 2022 van oké, als we deze jaar afsluiten, ik wil echt dat 2023 een jaar wordt waar ik echt 100% ga focussen op mezelf. Een jaar wordt dat ik echt, als het afgelopen is, als God ons toelaat om nog steeds in het leven te zijn en gezond te zijn, dat ik natuurlijk mezelf kan zeggen in 2023, ja, ik heb alles eruit gehaald wat ik eruit kon halen. Ik heb alles bereikt wat ik kon bereiken en ik ben er nu klaar ervoor om 2023 te sluiten. En ja, dus dat eigenlijk. Dus dat was mijn 2022. Dat was dus mijn 2022. En dan nu het nieuwe jaar, 2023. Ik heb een vision board gemaakt voor 2023. En die vision board heb ik opgehangen. En de bedoeling is van die vision board om gewoon elke dag wakker te worden. Ik kijk op mijn vision board en dan weet ik precies van yes, dit en dit wil ik bereiken in 2023. So, dat heb ik gemaakt om een goede plan te hebben voor mezelf in 2023. Want voor mij zonder plan ga ik alle kanten op. Zonder plan weet ik nog steeds niet wat ik wil. En dan ga ik nog steeds dingen doen die helemaal geen toevoeging hebben op de vrouw die ik wil worden later. Zo, met die vision board. Elke dag weet ik nu hoe hard ik moet werken. Elke dag weet ik precies waarvoor ik aan het werken ben. Elke dag weet ik precies de vrouw die ik wil worden door die vision board, naar die vision board te kijken. Tuurlijk, van een vision board. Ik raad sowieso aan iedereen om een vision board te maken. Weet je, want we hebben zoveel in onze hoofd. En is wel goed hoor, maar als jij, zeg maar, als je dingen op papier zet, dan geef je ze eigenlijk leven. Zo, in plaats van alles in je hoofd te bewaren, ik raad sowieso aan iedereen om een vision board te maken voor 2023. Als je plannen hebt, schrijf ze gewoon op en kijk die plannen na elke dag. Neem gewoon 10 kwartiertje, neem die plannen door elke dag
voordat je gaat slapen en als je wakker wordt. En op die manier blijf je steeds jezelf herinneren van oké, hiervoor ben ik aan het werken dit jaar. Zo, ja, dat heb ik dus gemaakt. Binnenkort ga ik daar een video over maken om jullie te motiveren om zelf ook een vision board te maken voor 2023. Dus ja, dat is een beetje mijn plan voor 2023. Zeker ga ik nog echt een andere video maken waar ik ook mijn plannen meer gedetailleerd ga vertellen. Maar natuurlijk niet alles, want het is gewoon persoonlijk. Maar ja, ik heb gewoon echt op papier gezet wie ik wil zijn, wat ik wil zijn, wat ik wil bereiken in 2023. En echt waar, dit jaar, 2023, ik heb naar het jaar van Maddie genoemd. Het jaar van de Maddie, oké? Dat ik nog meer mezelf ga leren kennen. Nog meer ga leren om alleen te zijn. Nog meer ga leren om te accepteren. Om te groeien. En ik ga leren echt waar om van mezelf te houden. Ik hou echt enorm van mezelf, maar ik denk dat ik nog meer kan leren om van mezelf te houden. Zo, ja, en ook voor dit jaar heb ik echt, ik ben in 2023 begonnen. Ik lees nu heel veel boeken. Boeken over geld, zelfontwikkelingen en vooral over gem, als ik eerlijk ben. Want ik heb gewoon gemerkt en iedereen weet dat ook, weet je. We zeggen allemaal, ik hou niet van geld, geld is niet belangrijk voor mij. Maar ik ben alleen om te accepteren dat geld wel belangrijk is en dat zonder geld kun je niks. Oké, laat gewoon eerlijk zijn tegen onszelf. Laat niet constant in die verhaaltje blijven. Geld maakt niet gelukkig. Geld maakt misschien niet 100% mensen gelukkig, maar het maakt wel makkelijker om je leven te leven. En geef je mogelijkheden om dingen te doen zoals ik. Ik heb gewoon echt plannen voor mijn leven. Ik heb gewoon echt dingen die ik wil bereiken en daarvoor heb ik gewoon geld nodig. Dus ik lees nu ook echt heel veel over geld, zoals Rich Dad Poor Dad. Dat heb ik gelezen. En binnenkort ga ik ook een video daarover maken, boeken die mij heeft geholpen om voor 2023 beter voor te bereiden. Zo, ja, dat voor 2023. Er komt heel veel meer, maar nu wil ik jullie vertellen over de channel. Ik wil jullie vertellen wat we op deze YouTube channel, wat jullie van deze YouTube channel kunnen doen. Zo, mensen, wat jullie vooral, ik ga jullie nu een beetje vertellen wat jullie op deze YouTube channel kunnen verwachten voor 2023. En wat jullie vooral op deze YouTube channel kunnen verwachten in 2023 is zelfontwikkelingen, ondernemerschap en ik ga ook gewoon vlogs maken van mijn dagelijkse leven. Zo, ik heb misschien weet je nog niet, maar ik ben steeds december, ben ik begonnen als zzp'er in de zorg. En ik denk mijn dagelijkse vlog zal vooral daarover gaan. Over hoe het is om zzp'er te zijn. En wat ik allemaal meemaak elke dag. De struggle. Wat ook gewoon de leuke ding is. En de spannende ding is. En de uitdagende ding is. Zo, ik denk daar gaan vooral mijn vlogs over. En ja, ik ben... Ja, misschien kan ik een beetje vertellen over waarom ik ben begonnen. Dat komt in een andere video. Oké, ik ga binnenkort een video maken over ondernemer zijn, zzp'er zijn, hoe het is en wat allemaal bij komen kijken. En hoe jij je beter kan voorbereiden dan ik. Zo, daar komt nog een video over. Maar daar zou de vlogs vooral over gaan. En de zelfontwikkelingen. Ik denk dat ik gewoon vooral over ga hebben zelfontwikkelingen boeken. Hoe ik mezelf ontwikkel elke dag. Dus dat gaat eigenlijk gewoon heel erg persoonlijk zijn. Maar ook gewoon tegelijkertijd op die manier hoop ik dat ik jullie ook kan motiveren om beter te doen, meer te doen en jezelf nog meer uit te dagen. En qua ondernemerschap, video's over ondernemerschap zal vooral gaan over waarom je voor jezelf moet gaan beginnen. Wat ondernemerschap inhoudt. De nadeel, de voordelen. Kun je beter in het loondienst blijven of iets voor jezelf beginnen. Dat soort dingen eigenlijk. Dus alles wat over ondernemerschap gaat. Zou je hier op deze channel zou je hier een video over kunnen vinden. Zo, dat is een beetje mijn plan. Die drie onderwerpen. Dus zelfontwikkelingen, vlogs. Vlogs. Ja. Ik ga niet nog een keer herhalen. Want dat gaat me niet meer lukken. Zo, de vlogs zou vooral gaan over mijn dagelijkse leven.
Dus ja, jongens, dat is wat ik echt wil bereiken met deze channel. Die drie onderwerpen: zelfontwikkelingen, ondernemerschap en vlogs. Zo, ja, als je daarin geïnteresseerd bent en je denkt van wow, dit is wel echt iets waar ik mezelf wel tips over zou kunnen krijgen. Of dit is wel een channel wat ik gewoon leuk zou vinden om één keer zoveel tijd terug te komen. Of hopelijk gewoon bij al mijn video's terug te komen, te kijken. En hopelijk op die manier kunnen we elkaar motiveren om te groeien. En ja, ik wil eigenlijk een community creëren van sterke, zelfstandige meiden, mannen. En dat is gewoon, weet je, ik ben 21 en ik zou gewoon super geweldig vinden als ik gewoon een kleine community kan creëren van mensen waar we samen kunnen groeien. Dat wanneer we 30 zijn, over 9 jaar. Ah! Hey! Joke, joh! Dat we gewoon terug kunnen kijken van yes, we zijn echt ver gekomen. Zo, ja, dat zijn mijn plannen. Lijkt je dat leuk? Abonneer je. Ik zou enorm waarderen. Because your girl is serious. En zelfs laat me weten, oké? Okay? Als ik weer stop, zelfs send me een e-mail, oké? Okay? En dan gewoon vraag Maddie, what's up? Like, let's go! Zo, ja, ik heb super veel zin in. En 2023 wordt echt een goede jaar. Het is echt goed begonnen. God is echt great. God is goed. God is in onze zijde. Hij steunt ons. Hij beschermt ons. Hij maakt deuren open waar gewoon geen deur is. Hij opent deuren die gesloten zijn. Zo, ja, ik ben super dankbaar dat ik gewoon nog steeds hier mag zijn. Dat ik nog gewoon gezond ben. En dat ik gewoon mijn familie, weet je, al mijn familieleden zijn gezond, weet je. En ja, ik ben dankbaar. So, I thank God for that. And I'm all really, really grateful. And I just want to make something of my life. En ik ben ambitieus. Voor sommige mensen kan dat dreigend zijn, maar voor mij is het gewoon alleen maar goed. En ja, ik hou van geld en ik wil hard verwerken daarvoor. En ik ben ook bereid om alles aan te doen om voor mijn kinderen later om een beter leven te krijgen. Ja, let's go, let's do this. En ja, gewoon hard werken. Keep your girls and mine. En weet je, als je je eenzaam voelt, dan is deze channel daarvoor. Let's talk about it. Echt waar. Mijn Instagram, mijn TikTok. So send me a message and let's talk about it. Because I'm ready. I'm ready to grow. I'm ready to learn. I'm ready to do things that I didn't think I will ever do. So ja, risico nemen. Leven is vol met risico. Durf risico te nemen. En laten we samen groeien naar beter toekomst. Zo, dank je voor het kijken. En trouwens, ik heb niet verteld, maar ik wil 3 keer. Lord, de laat leg ik wel heel erg hoog voor mezelf. Want daar gaat het heel erg. Zo, ik wil 3 keer per week gaan posten. Ik wil op de woensdag gaan posten. Oké, okay, maar een moment. Zo, ik ben terug. Zo, ik wil dus 3 dagen in de week gaan posten. En ik heb hier even geschreven. Gisteravond om 2:00 s'nachts. Trouwens, vandaag is woensdag. Zo, ja. En ik wil eigenlijk deze video vandaag maken, bewerken en uploaden. So, your girl is gonna work for it, oké? Zo, ik wil dus 3 keer in de week gaan posten. Op de woensdag, de vrijdag en de zondag. Zo, omdat ik ook 3 onderwerpen heb waar ik het over ga hebben. Ik wil dat elke onderwerp elke week terugkomt. Zo, op de woensdag om 4:00 komt een video over ondernemerschap. Ja, om 4:00 woensdag komt een video over ondernemerschap. En op de vrijdag komt een video over zelfontwikkeling. Ik dacht vrijdag, weet je wel, het is weekend, dan ben je lekker. Ik ga de weekend in met een beetje meer motivatie, met beter mindset. Zo, daarom op de vrijdag doen we zelfontwikkeling video's. En op de zondag, omdat het is zondag, het is een rustdag en we zijn lekker naar de kerk geweest. Dan gaan we waarschijnlijk gewoon een weekly vlog zijn. Dus van maandag tot zondag ga ik dan gewoon filmen wat ik allemaal meemaak als een zzp'er. En ik ga jullie gewoon meenemen in mijn dagelijkse leven. Zo, dat is de plan. Dus op woensdag om 4:00 komt een video over ondernemerschap. Vrijdag om 4:00 een video over zelfontwikkeling. Zondag om 5:00 komt vlogs online.
Zo, dat is de plan. En ja, nogmaals, vind je leuk? Lijkt deze onderwerp jou interessant? Abonneer je. Ik zou enorm waarderen. En ik kan niet wachten om een kleine community te maken van allemaal Ik kan niet wachten om een community te maken. Met allemaal ondernemers, confident people en loving people. En I'm ready for it. 2023 wordt een jaar om nooit te vergeten. In Jesus' name, I receive it. Amen. See you soon.